Schrijf nooit een Terpstra te vroeg af, dat blijkt wel. Nee, ik had mezelf ook al afgeschreven eigenlijk zondagavond. Maar omdat we op tijd klaar waren zondag, ben ik gewoon naar mijn huis gegaan in plaats van naar het trainershotel. Even die batterijen gereset. Toen ging het gisteren goed en vandaag gingen we ook als een malle van start. En dan sta je er in één keer heel anders voor. Ja, ik heb dat aan de lijve ondervonden. Je zou maandag gast zijn in onze talkshow. Dat heb je afgezegd, want je wilde naar huis en inderdaad die batterij opladen. Ik dacht, Jezus Mina, waarom flik je me dat? Maar uiteindelijk betaalt het zich wel uit. Ja, inderdaad. Soms moet je prioriteit stellen en dat was even nodig, ik voelde dat. Dus daarom heb ik dat gedaan en ik ben blij dat het goed heeft uitgepakt. Maar de belangrijkste reden was gewoon dat mijn zoontje hier zondag was en die hing om mijn nek en die zegt, papa, ga mee naar huis. Dus dat was de belangrijkste reden, maar het was wel even lekker. En wat vond je thuis? Waar kwam die kracht vandaan? Wat is het? Een goede nachtrust? Wat is het dan? Ja, even weg uit het... Uit het fietsen. Dat Kool staat hier, ben je bezig met fietsen. In het trainershotel ben je alleen maar met fietsen bezig. Thuis was ik dat even niet, was ik gewoon lekker thuis. En pak het goed uit. Je komt dan terug, je hervindt jezelf en dan vanavond je controleert de laatste koppelkoers. En dan zeg ik niet met twee vingers in de neus, zeker niet. Maar het was wel controleren. Ja, we hadden het goed onder controle, gelukkig. We wilden het tempo gewoon constant hoog houden. Dat als er een aanval kwam, dat, het niet meteen, dat ze niet meteen een halve ronde te pakken hadden. Want Hansen is super snel en Stroet tegen Havik. Die kunnen zo snel demareren. Als je er net niet in een goede positie zit om te reageren, dan ben je al een halve ronde kwijt. Dus vandaar hebben we het tempo hoog gehouden. We waren sterk genoeg gelukkig daarvoor. Vier keer win jij de Zesdaagse. Je bent Mr. Zesdaagse Rotterdam. Nou, dat nog niet, want er staan er meer op de lijn, maar het is wel lekker, ja. Waar plaats je dit? Want jij hebt zulke grote wedstrijden gewonnen. Waar staat dit dan, dat baanwielrennen en het winnen van zo'n grote Zesdaagse? Nou ja, je kan eigenlijk niks met elkaar vergelijken, maar ik vind het gewoon wel heel erg lekker. En nu? Nou ja, op naar het wegseizoen. Maar dat is wel een enorme boost. Ja, tuurlijk. Bewijs wel dat ik niet slecht bezig ben in ieder geval. En je ploeggenoot ook niet, ja, Thomas Bouda. En natuurlijk, ik rij nu voor een nieuwe ploeg. En dat is wel een lekker begin voor de nieuwe ploeg.